is ook weer een nieuwe video in Hupka Floris. En vandaag weer een Pokémon pack opening. Maar voordat we gaan beginnen, laat even die like achter. 1000 likes, moet sowieso wel lukken. Nee, voordat we gaan beginnen, ga ik natuurlijk de winnaar van de giveaway van vorige video ga ik bekendmaken. Want je kon €25 aan Pokémon kaarten winnen op dus Card Store. Linkje naar hun webshop in de beschrijving. En om mee te doen moest jij mij volgen op Instagram, Cardstore volgen op Instagram en mijn Pokémon Instagram volgen op Instagram. En dan moest je jouw Instagram naam achterlaten onder de comments. En ik zit hier op een random comment picker en ik heb hier de video staan en iedereen heeft comments achtergelaten. Ik heb de linkje gekopieerd, YouTube video URL, dus de code heb ik gekopieerd. Dan filter dubbele gebruikers, dat betekent dus dat je de dubbele gebruikers, als je je Instagram naam vaker hebt achtergelaten, dat je dan niet opeens meer kans hebt om te winnen. Dan doen we hou reacties op. Oh, kopieer. Ik had eventjes dit nog niet goed gedaan. Plak. Nice. Nu hebben we de video. Hou reacties op. En het zijn 128 unieke reacties. Dus als je dit gedaan hebt, heb jij 1 op 128 kans. Nou, het is niet heel groot natuurlijk, maar boeien. We gaan kijken, start loterij. Wie gaat er winnen? En dan ga ik natuurlijk wel checken of diegene echt die 3 accounts volgt. Want anders moeten we een nieuwe winnaar zoeken. Start. Oké, let's go. Wie gaat het worden? En Sam NV. Sam Neven. Ik zou heel graag willen winnen. Ik vind je video's heel leuk. Gaan we even checken of hij alle 3 de Instagrams volgt. Ik zit op zijn Instagram account. Volgend. Floris. Mijn eigen dus. Cardstore NL. Volg hun link in de beschrijving. Die sponsoren alle Pokémon video's. En Floris Pokémon. Hij volgt ze alle 3. Gefeliciteerd. Ik ga jou terugvolgen. Ik stuur je een DM. En gefeliciteerd Sam. Jij hebt de €25 giveaway gewonnen. En ja, als ik jullie was, zou ik ook gewoon Cardstore NL volgen op Instagram. Want zij doen volgens mij wel vaker ook op hun Instagram giveaways. En vond je het nou leuk? Misschien moeten we binnenkort weer eens een giveaway doen. Maar ik ga even switchen van camera. En dan ben ik zo weer terug bij de Pokémon pack opening. Daar ben ik weer jongens. En vandaag hebben we in de aanbieding 3 Evolving Skies pakketjes. En ik zal het even kort uitleggen. Ik word dus elke zondag om 5 uur komt er een Pokémon video op mijn kanaal online. En elke zondag word ik gesponsord door Cardstore. Linkje naar hun webshop voor als jij Pokémon kaarten wil kopen, bovenaan de beschrijving. Maar ik wil dus even 1 ding zeggen. Wat wij dus met z'n 2 hebben afgesproken is dat we om de week een grote pack opening doen en dan een wat kleinere pack opening. En een wat kleinere pack opening houdt in 3 of 2 pakketjes. En een grotere pack opening houdt in minimaal 4 pakketjes. Dus bijvoorbeeld een Pokémon tin, een Elite Trainer Box. Gewoon iets groters, zeg maar. Dus we wisten af, vorige week hadden we een Elite Trainer Box. Dat was een grote pack opening. En nu hebben we een wat kleinere met 3 Evolving Skies. En dus volgende week weer een wat grotere. Super bedankt nogmaals Cardstore dus voor het sponsoren. En, maar alsnog weet je wel, 3 Evolving Skies pakketjes. Wij gaan zo lekker met Evolving Skies. Misschien kunnen we wel gewoon vlammen en iets heel lijps krijgen. Ik vind dit de leukste set tot nu toe van Sword and Shield. Had ik vorige video ook al gezegd. We hebben ook weer de mooie houdertjes, zeg maar. Daar kunnen we straks een kaart inzetten, mochten we een mooie hit krijgen. Laten we gewoon beginnen met Sylveon. Let's go. Ik heb er weer eens zin in, jongens. Ik heb er weer eens zin in. Oeh, we moeten wel even oppassen. Weet je wat? Ik ga hem gewoon even de andere kant. Let's go. Okay. Oh. Zo, hij gaat niet lekker open deze, hè? Kijk. Oké. Ik heb er dus heel veel zin in. Ik hoop jullie ook. Codecard weg. Doen we 4 naar achter, dan naar voren. En hopen we dat we natuurlijk weer iets lekkers krijgen. Let's go. We zijn weer begonnen, jongens. Ajajaj, zondag. Het is weer zondag. Wat zijn we weer blij. En we beginnen met een Lightning Energy. Boom. Pyroar. Ik zei dus dat ik in de vorige video ook de Pyroar niet leuk vond. En ik kreeg wat comments erover. Die zeiden van, oh, de Pyroar, leuke kaart. Oké. Oké, ik weet ook niet wat ik daarmee wou zeggen. Ik wou het gewoon even benoemen. Vigoroth. Een Treasure Energy. Kunnen we iets krijgen in een van deze? Ik ben al blij als we in een van de 3 pakketjes een V-card of zoiets kunnen krijgen. Of beter. Dat zou super, super goed zijn. Emolga. Tentacool. Wat? Pump Kaboom. Ik vind die clay animations, dat is een soort van poppetje, een soort 3D, vind ik helemaal niks. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Laat achter in de comments, maar ik ben er geen fan van. Hebben we hier een Bagon? Bagon? Weet ik niet. Oké, let's go. En? Oh, grappig, dat is natuurlijk niet de reverse rare. Reverse holo. Een Love Disc. Dat is wel de reverse holo. Een Shopping Center. Laatste kaart, kom op. Oké. Wacht, ik moet even mijn sleeves pakken. Het is dan geen V, maar we beginnen de video wel gelijk met een, holo Eldegoss. Ik ben niet heel fan van Eldegoss, alhoewel
Eldegoss wel een populaire Pokémon. Ik hou hem eerst even uit Steve, dan kunnen we het Hollow mooier zien. Alhoewel Eldegoss volgens mij best wel een populaire Pokémon is van Sword and Shield. Maar ik ben er zelf niet echt fan van. Ik doe even trouwens even de airco uit, anders hoor je dat te hard blazen. Ik ben er zelf niet zo fan van, alhoewel dit wel een redelijk leuke kaart is. Eldegoss, Hollow, let's go. Wat vinden jullie van Eldegoss? Laat achter in de comments. En wij gaan nu door met de Umbreon, tweede pakketje. Oké. Kom op, jongens. Er komt volgens mij ook een Pokémon film uit op Netflix, had ik gezien. Iets met de jungle, Pokémon in de jungle of iets in die richting. Ga ik sowieso wel kijken, ben ik wel heel benieuwd naar. Oké, 1, 2, 3, 4. Kom op, kunnen we weer een holo krijgen? Twee holo's, helemaal top. We beginnen met de vuur-energie. En daarna de treasure-energie. Digging gloves. Nou, die zien er nou niet echt, daar passen mijn handen niet in. Zie je dat? Het is gewoon drie dingen. Daar past geen enkele mensenhanden in. Ik ben benieuwd voor welke Pokémon die gemaakt is. Staat er dan nog op? Nee, natuurlijk staat dat niet op. Let's go. Palpitoad. Oké, leuke Palpitoad. Het lijkt wel op de camera, lijkt het wel bijna een vuur. Maar het is natuurlijk een rock. Daarom was ik even te kijken door de camera, daarom was ik even verbaasd. Lijkt me, maar het is echt wel bruin, zeg maar, in real life. Een Slakoth. Een Love Disc. Applin. Nou jongens, dit is echt geen mooie artwork. Daar kunnen we denk ik met z'n allen heel, heel eerlijk over zijn. Applin. Oké. Een Lillipup. Dit wel weer een leuke. Leuk hondje, Lillipup. Een Emolga. Weer een Emolga. Waar is die Emolga? Zit ze op een tapijt? Of ze zit op een... Wat? Geen idee. Ze zit in de lucht ergens. Ik denk gewoon in een boom. Want daar achtergrond is een boom. Maar oh, ze vliegt waarschijnlijk. Ik weet het niet. Let's go. Hey, Swablu. Ik vind Swablu en Altaria echt een chille twee Pokémon, zeg maar. Dus reverse holo Swablu en... Ah, de evolutie van Lillipup die we net zagen. Stoutland vind ik wel een hele, hele leuke Pokémon. En hij heeft het denk ik best wel koud daar bij die kerk, want het sneeuwt flink. Gelukkig heeft hij heel veel vacht. Let's go, Stoutland. Gaan we door naar het allerlaatste pakketje. Sylveon. De vorige keer, met een Sylveon pakketje, kregen we de holo Eldegoss. Kunnen we er weer eentje krijgen? Of gaan we deze video afsluiten met één holo? We gaan het zien, jongens. Gemiddeld volgens mij is het één holo in drie pakketjes. Dus als wij nu geen holo krijgen, is het wel zeg maar normaal. Dan is het zeg maar niet raar. Oké, we gaan even kijken. Fighting Energy. Hey, een ijsje. Ik heb echt lang geleden dat ik voor de laatste keer überhaupt... Nee, trouwens niet überhaupt ijs op heb, maar wel zo'n ijsje met zo'n stokje. Zo'n waterijsje of zo'n soort ijsje als deze Lucky Ice Pop. Heel lang geleden. Ik kan het gewoon niet eens meer herinneren. Ik denk wel een jaar geleden. Scrafty. De evolutie van Scraggy. Hij is eigenlijk gewoon precies hetzelfde als Scraggy. Alleen hij kijkt gewoon net bozer en heeft gewoon een zieke hanenkam gekregen. Want volgens mij heeft Scraggy heeft echt bijna niks op zijn hoofd. En hij heeft opeens een lijpe hanenkam. En nog steeds zakt zijn broek een beetje af. Wisten jullie trouwens, sorry dat ik trouwens zoveel doorpraat. Wisten jullie dat vroeger in de mode was om je broek laag te dragen? Wie kent die tijden nog? Dat je gewoon zeg maar de helft van je billen zag en je onderbroek zag. En dat was dan helemaal rage. Heb ik ook gedaan, maar ik was niet zo extreem als sommigen. Sommigen deden echt gewoon die hele broek onder je... Gewoon dat je hele billen eruit kwamen. Super. Ik ga even foto's laten zien. Dit was een rage vroeger. Misschien denken mensen van, waar heb jij het over? Snow Leaf Badge. Carvana. Een Dwebble. Lekker aan de zee. Zo, zijn ogen kijken. Hij ziet iets waarschijnlijk. Misschien ziet hij die Evolga wel vliegen. Oh nee, het was bij een kerk. Marie. Oeh, creepy, drowsy. Oké, drowsy, let's go. Wacht, moet even scherp stellen. Ja, perfecto. Hebben we eerder weer Scraggy. Kijk, zijn broek zakt af, net zoals zijn broer. Of dus een evolutie. Dan hebben we hier een reverse rare copycat. Of reverse holo, sorry, soms zeg ik dat verkeerd. Reverse holo copycat, had ik vorige video ook al gezegd dat ik een leuke kaart vond. En... Nee, helaas. Een Sharpedo non-holo, wel een vette kaart. Cardstore, super bedankt voor het sponsoren van deze video. We hebben één holo gekregen. En in de volgende video wordt dus weer een wat grotere Pokémon Pack opening. Met meer dan vier pakketjes. Ik hoop dat je een leuke video blijft kijken. Ik zie je in de volgende video. En tot dan, mensen.